Let op het scherm. Goedemiddag, dames en heren, vanuit het Loek Loevendie Ballpark. Paul Oosterveld, pak nummer 8. De eerste honkvrouw, Nadine Marines. Pak nummer 18, de tweede honkvrouw, Shaniqua Kok. En daar is hij weg en gaat dat... Oh, van, die valt! En dan lopen twee punten op binnen en Annemiek die gaat naar de derde honk. En dat is een stand-up triple! Ja, en twee RBI's. Dit is een mooie klap. Ja, dit willen we nog een keertje zien en dat gaan we ook doen. Daar gaan ze. Wat mooi dat die machine iedere keer weer die zaken in de gaten heeft. Hè. Kijk, daar schiet ze naar de derde honk en ze kan er rustig op gaan bivakeren. Ja. Ja. En die ook. En die gaat er. Home run voor Lindsay Oosterveld Meadows. Die daarmee twee punten binnenhaalt. Naar een stand van 4-0. En het is feest op de thuisplaat voor de Textown Tigers. En die is er door en levert inderdaad punten op. Er komt er één binnen. Er komt er twee binnen. Gaat die ook door bij de derde? Nee. En dat is twee keer binnen. Lekkere tik daar van Shireen Valk. En dan kunnen we de twee punten bij noteren voor de Pirates. Die nu weer in de wedstrijd zijn. Met een 4-2 stand hebben we nu. En één punt incasseren, maar. Ja, dan krijg je de volgende slagvraag. Oh! Die gaat er lang tegen het dek aan. En daar komt er één punt op binnen. Er komen er twee punten op binnen. En er komt er drie op binnen. En dat is een geweldige tik van Lindsay. Die daar zelf op het tweede honk komt. En wij noteren daar drie punten bij voor de Tigers. Die nu een 7-2 lead nemen. En op Warms, oh, die wordt goed tegengehouden, niet goed, want ze is op tijd. Middelhongslag, puntje erbij, 8-2. En de volgende slagvrouw is Nadine Marines. En die is er wel door. Ja, die gaat er dubbel, oh, drie dubbel door. Jeetje. En de eerste honkvrouw die hem mist. En de tweede honkvrouw die hem mist. En ook nog een verre velster die hem mist. Ja, en dan loopt er toch weer een punt op binnen. En dan is het 9-2. En die slaat hem nu weg. Ik weet niet of dat... Oh, jongens! En dan loopt een punt op binnen. Er was niemand, werd niet overgenomen hier door de tweede honkvrouw. Ja, en dan is het moeilijk gooien naar zijn eerste honk. En komt ze er toch op. En noteren wij een... tiende punt voor de Textown Tigers. En die is ver weg en die gaat in de handschoen van Annemiek. En dat betekent einde wedstrijd. Vang 8. Het is 10-2 in de vijfde inning. Verschil van 8 punten. En dat betekent Mercy Rule. En wij gaan ermee stoppen. Diana, hartelijk bedankt voor de uitstekende begeleiding op de play-by-play. We gaan nog even kijken naar die vangbal van Annemiek Jansen. Daar gaat hij. Jeske slaat hem. Annemiek eronder. Hebbes. En it's all over now. It's a ball game, man.